Het is vakantietijd. Mag ik vragen waar u vandaan komt? Ja, uit Borne. Mijn ouders die wonen in Almelo, dus dan zijn we hier ook nog wel eens te vinden. U kent vast de bezienswaardigheden van Almelo. Dat denk ik wel. Nou, als u nou met de toeristen aan de praat komt, wat kunt u ze dan qua bezienswaardigheden aanbevelen? Nou, met kleine kinderen is het Stadsmuseum heel leuk. Daar is nou een tentoonstelling van de Barbies. Die vonden jullie ook heel erg leuk. Er is een doepark hier in de buurt waar je leuke dingen kunt doen, waar de kinderen leuk kunnen spelen. Dan kunt je mooi wandelen, je kunt hier mooi fietsen. En in de stad is ook van alles te doen steeds. Wierden. Uit Wierden? 5 kilometer van Almelo. En wat brengt u in Almelo? Donderdag is een mooie markt, zaterdag is een mooie markt. Ja. Ja. Kent u de bezienswaardigheden van Almelo? Nee, niet echt, nee. Wij wonen nu in Den Ham. In Den Ham? En daar woon ik al 20 jaar. Okay. En bent u bekend met de bezienswaardigheden van Almelo? Ik heb hier 10 jaar gewoond, een jaar of 20 geleden, 30 geleden, ja. En als er nou toeristen zijn in Almelo, wat kunt u hun dan aanbevelen om te bezoeken? Het kasteel, bijvoorbeeld. Ja, en nu de markt. En dan de grote kerk. En er zijn meerdere kerken, maar ja, ik heb toen ik hier woonde gewerkt. Almelo? Dus u kent de mooiste plekjes van Almelo ook wel? Ja, uiteraard. Ja. Als u nou met toeristen aan het praten bent, waar kunnen ze dan volgens u het beste naartoe gaan om te bezoeken? Nou ja, dat is wel het stukje natuur waar wij nog hebben. Een Nijgersbord en hier de dijk. Maar ja, het theaterhotel is altijd mooi. Ja, en daar zijn er nog zoveel dingen meer. Ja. Een terrasje pakken. Ja? Dat is een van de interessante dingen in Almelo. Geen idee eigenlijk. Nou ja, om te beginnen noem ik dan toch, ga naar de winkels toe. Hè? We hebben een paar hele verrassende winkels. Naast een hele grote H&M bijvoorbeeld, hebben we ook een hele leuke nieuwe winkel als Fraai iets verderop. Maar wat daarnaast heel verrassend is voor de binnenstad van Almelo, vind ik toch ook wel voor een toerist, het watertoerisme, wat je hier ook kunt doen. Je kunt heerlijk varen, spelen varen hier op het water. Daar kun je bootjes voor huren, van alles. Dat is hartstikke leuk. En ja, wat ook een aanrader is, denk ik, ga eens door de parken zwerven, hè, die helemaal rond de binnenstad zitten. En dan zie je ja, hoe mooi het groen pal aan de binnenstad zit, aan Almelo. Ik kom van Den Haag. Van Den Haag. En ben je voor 1 dag of meerdere dagen in Almelo? Voor meerdere dagen. Ja. Wat heb je tot nu toe van Almelo bekeken of bezocht? We gaan naar, hoe heet dat? We waren bij Preston Palace. Ja. Het huis van Katoen. De haven. Fietstochten in de omgeving. Ja. Dat is het. Dat is ja, wat ik me zo kan bedenken. Ja. We komen naar Geesteren. En bent u voor een dagje in Almelo of voor langere tijd? Nee, gewoon fietsdag. 1 dag fietsen. Ja. En slecht weer en dan ben je een beetje in de binnenstad. Ja. En wat vindt u tot nu toe van Almelo? Oh, wat een mooie stad, ja. Ja, zeker. Vanaf mijn geboorte al. Helaas zijn er heel veel dingen toch wel afgebouwd. Vind ik heel jammer. Al onze herinneringen, bijvoorbeeld deze passage was toen in mijn tijd een heel grote lange weg met warenhuizen. Maar wat ik echt heel veel interessant vind voor de toeristen is de Gravanelle. Vind ik echt heel mooi. De Gravenallee? Ja, Gravenallee. Ja, vind ik echt heel mooi. En natuurlijk de Eendjespark, dat is ook echt heel nostalgie van heel vroeger. Ja. En er zijn eigenlijk op dit moment kan ik er een boutique, maar heel veel dingen. Ja. Want ja, het terrasje pakken. Kun je wat bezienswaardigheden noemen? Niet dat ik weet. Nee? Nou, ik ben op dit moment bezig met een hele leuke opdracht voor Almelo promotie. Dat kent u misschien. En daarvoor ben ik zojuist bij het huis van Katoen en Nu geweest. Oh, nou, dat is dan heel toevallig. Want stel u zou toerist zijn, wat zou u dan kunnen bezoeken in Almelo? Ik kom net bij de ijsvogel vandaan, die staat daar op het plein. De drie ijsvogels? De drie ijsvogels zelfs, ja. En ik vind dat wel heel mooi hoe dat is geworden. Ik kom natuurlijk uit Hengelo, heb het marktplein ook in andere staat gezien. Dat vond ik iets minder, maar nu ik er overheen loop, denk ik, ja, het is nu echt een mooie trekpleister geworden. Wat vindt u zelf een mooie bezienswaardigheid in Almelo? Dat wordt moeilijk.
Dat wordt moeilijk. Bergen, dat vind ik wel eigenlijk het mooiste voor het wandelen, fietsen. Ja, je kunt ook een gebouw of theaterhotel noemen en ja, noem maar op. Ja, een dagje Almelo is goed. Ja. Ja. Wat spreekt u zo aan in Almelo? De markt, de Principellus, de Hollandse Avonden. En de rest kunt u nog een keer een andere keer ontdekken? Jazeker. Ga ik twee dingen zeggen. Ik zeg, ga in ieder geval toch eens langs bij het Stadsmuseum. Daar zie je altijd hele leuke tentoonstellingen. Echt verrassend. En ga ook minimaal drie winkels bezoeken. En laat je daarbij ook eens een keer verrassen. Iets verderop hier, 5 minuten lopen in Rondje Noord. Ja, leuk. Almelo, ja. Want ik heb ook heel veel familie gehad uit mijn eigen land. En dan zeggen ze van echt Almelo. Vooral het fietspaden en zo. Het fietsen vonden ze echt heel interessant. Echt een plek om te leven en om te zien. Ja. Ja. Ik merk dat u van Almelo houdt. Ja, eigenlijk zeker. Bent u een hele goede ambassadeur van Almelo. Ja, hoop ik ook dat het zo is, want ik hou gewoon van Almelo. Ja. En het, natuurlijk, de Preston Palace is voor mij ook heel bijzonder. Wat vindt u daar bijzonder aan? Want het was vroeger de Prinses Irene ziekenhuis, daar ben ik geboren. Bijvoorbeeld het wat vroeger gevangenis is. Is nu het hotel, vind ik ook heel bijzonder. Bed and breakfast? Ja, ben ja. Ik echt expres naar binnen gegaan om te kijken. Want ja, in ons tijd was het ook gewoon gevangenis. En nu is het gewoon echt heel mooi toeristische plaats. Kortom, ook, in ja, Almelo is veel zeker, te beleven en zeker, te bezien. Zeker, zeker. Ik zie zelf hoe mooi Almelo is. En Almelo had voorheen best wel een beetje een imago. Hè? Almelo was altijd een beetje saaiig, een beetje grauw. En ik zie gewoon dat dat heel erg verandert. En ik hoop dat ook bij de mensen buiten Almelo ook meer bekend gaat worden. Want het is echt een mooie stad.